Ik was echt heel gretig om terug te komen. Ja, begin dit jaar zat ik natuurlijk nog bij Roda. Helaas geen succesvol jaar daar gehad. Iedereen weet dat ik wel heel graag terug wil naar Groningen en dat ik daarop zat te wachten. Ik moet zeggen dat ik het aan het einde ook wel naar mijn zin had, gewoon met die jongens daar. Alleen op het veld was het gewoon minder, want ik speelde natuurlijk ook niet. Dus is grens van België en Duitsland zit je. Dus eigenlijk alles heb ik hier. Vrienden, familie, de club waar ik graag voor wil spelen. Dus ik heb eigenlijk alles wel hier. Een mooie stad, dus ik ben gewoon gewend alles hier. Dus ik denk dat wel een beetje is. Hoe was dat om weer terug te komen naar FC Groningen? Ja, was mooi. Ik had heel veel zin in. En aan de ene kant ook iets minder mooi, want toen, volgens mij begin dit seizoen, zat ik nog in een andere kleedkamer. En uiteindelijk heb ik dat mooi omgedraaid. Ikzelf. Dus dat heeft goed uitgepakt. Je voelt je nog niet, zeg maar, echt in het team. Je voelt het toch nog een beetje erbuiten. Op dat moment wil ik gewoon tegendeel bewijzen. Dat ik hier wel hoor en wel in de basiself wil spelen en hoort te spelen. Ja, misschien heeft dat ook wel geholpen dat ik gewoon net weer iets harder werk nog dan dat ik al doe. En uiteindelijk heeft het geholpen. Dus voor de rest was ik lekker bezig voor mezelf gewoon, want ik wou gewoon spelen. Als eerste had ik dat in mijn hoofd en dat deed ik op dat moment. Dus dan is het vreselijk dat je dan een blessure krijgt. Ja, het was eigenlijk een heel normaal moment wat echt... Ja, weet ik veel hoe vaak in een seizoen voorkomt. Dat ik een bal een beetje in de diepte krijg aan de zijkant met een verdediger in mijn rug. En hij geeft mij gewoon een schouderduw en ik beland verkeerd op de grond. En ik had wel last, maar soms heb ik ook wel last. Maar dan weet ik wel van, oké, ik kan wel doorspelen gewoon met deze pijn. En dat dacht ik bij dit ook. Alleen, in die 5 tot 10 minuten dat ik nog heb gevoetbald... kon ik mijn arm niet lekker bewegen. Die moest ik gewoon zo stil houden. Dus toen wist ik wel van het is beter als ik er nu uit ga en iemand anders fris erin komt. Je wil gewoon eigenlijk gelijk weer het veld opstappen, maar je weet aan de ene kant ook dat het niet kan. Dat lukt gewoon niet. Dus ja, het is gewoon een beetje een strijd in je hoofd eigenlijk. Hoe heb jij die week ervaren? De trainingsdagen is het nog niet zo erg. Natuurlijk wil je op het veld staan en ben je gretig om weer terug te komen. Alleen op de wedstrijddagen is het vreselijk. Dan zit je op de tribune en dan zie je de jongens spelen en dan wil je ook op het veld staan. En in die periode speelde ik nog tegen Jong PSV volgens mij en die kwamen met een aardig jong team. Dus dat zijn wel wedstrijden die je dan echt wil spelen, waarvan je weet van ja, dit zou eens een wedstrijd kunnen zijn dat de score flink gaat oplopen. Ik was echt heel gretig om terug te komen, ja. Heb je ook doelen voor dit komende jaar? Ja, ik wil meer doelpunten, maar ik heb niet precies een aantal in mijn hoofd hoeveel doelpunten ik wil maken. Maar ik wil echt wel meer maken dan dat ik nu gedaan heb. Want ja, 4 tot nu toe in de competitie is natuurlijk nog niet goed genoeg. Ja, als ik een tijdje geen goals maak, dan zit ik wel echt in de bus naar die wedstrijd toe. Van vandaag wil ik nog extra graag scoren. Ik denk dat ik voetballend, dus als ik in de bal speel, dat ik... me wel al veel heb ontwikkeld. Ik denk dat echt het grote verschil is. Alleen, ik weet van mezelf ook dat het nog veel beter kan. Alleen, als je mij vorig jaar ziet en dit jaar, denk ik dat het al wel aanzienlijk veel beter is. Ja, ik denk dat wij er allemaal veel vertrouwen in hebben, dat we nog gewoon gaan promoveren. Kijk, het liefst rechtstreeks en daar hebben wij ook nog veel vertrouwen in. Ik denk dat onze doel sowieso al is en voor mezelf. Als we deze stijgende lijn vasthouden, dan gaan die goals overkomen. Elke keer als het veld komt, blijft het gewoon een kippenvelmoment. Het zit in mijn bloed of zo, ik weet niet. Ik vind het echt een prachtige club. En, ja, ik speel hier nu al zo lang, als je de jeugdopleiding meerekent, dan dat is nog steeds gewoon een droom die uitkomt dat je hier speelt.